Hallo allemaal en welkom bij Wise Kitchen. Vandaag gaan we lekker koeljoek zoals bij de Chinees maken. Voor het gerecht gebruiken wij vandaag de volgende ingrediënten. 250 gram mager varkensvlees, 200 gram zelfrijs en bakmeel, 8 gram bakpoeder, een ei, 200 ml water en 225 gram fruitcocktail in siroop uit blik. We gaan nu eerst beginnen met het beslag te maken voor het heerlijke krokante jasje om het varkensvlees voor de koeljoek. Voor het beslag van de koeljoek heb ik veel recepten gezien waarin verschillende verhoudingen van bloem, meel en bakpoeder wordt gebruikt. Maar voor mijn recept van vandaag ga ik het iedereen veel makkelijker maken en gebruiken we alleen zelfrijs en bakmeel en bakpoeder. Voor het beslag pakken we een grote kom en daar doen we het zelfrijs en bakmeel in. En daarbij de bakpoeder, het zout, een ei en het water. En vervolgens gaan we dit goed roeren en goed mixen. Wanneer je geen klontjes in het meel meer ziet, dan doen we als laatste nog wat olie erbij. En dan laten we het nu voor minimaal 30 minuten rusten. Dan gaan we nu het varkensvlees voor de koeljoekballetjes voorbereiden. Het varkensvlees voor de koeljoekballetjes snijden we in ongeveer 5 centimeter grote plakjes. Zo. Oké, het snijden ziet het er zo uit. Je vraagt je waarschijnlijk af, koeljoek, dat zijn toch vleesballetjes? Waarom snij je dat in plakjes en niet direct in blokjes? Nou, de reden waarom ik dat doe, is omdat wanneer wij straks van dit plakje vlees een balletje maken, dan vouwen we het samen en maken we er een balvorm van. En daar komt straks nog het beslag overheen. En wanneer wij dit bakken en eten, dan voelt het wat luchtiger aan en is het lekkerder om te eten. Dan gaan we nu het vlees op smaak brengen. Dan laten we het vlees nu even rusten, zodat de smaken er goed in kunnen trekken. En dan gaan we in de tussentijd de zoetzure saus voor de koeljoek maken. Voor de zoetzure saus gebruik ik een blik fruitcocktail op siroop, tomatenketchup, wat water, bruine suiker, worstensaus, natuurazijn, verse citroensap, uiblokjes, een schijfje gember en een fijn geperste knoflook. We gaan eerst de fruitcocktail fijn maken. Dus we gieten de fruitcocktail in een grote kom. En dan gaan we het met een blender fijn maken. Wanneer de fruitcocktail goed fijn gemaakt is, dan doen we daar de ketchup bij. En ook de verse citroensap. Worstensaus. De azijn. Water. En tot slot de bruine suiker. En dan gaan we dit even goed roeren en mixen. Dan gaan we de saus nu afmaken. We doen eerst 1 eetlepel olie in de pan. We zetten het op middelhoog vuur en wanneer de olie heet genoeg is, dan fruiten we de ui, gember en geperste knoflook aan. Na ongeveer een halve minuut gieten we de saus erbij. En dan is het nu eigenlijk een kwestie van goed blijven roeren en mixen. Ik heb de saus nu voor ongeveer 5 minuten laten inkoken. Ik ben tevreden met de dikte van de saus. En ik heb ook zojuist even geproefd. Hij smaakt heerlijk, dus voor mij is die klaar. Mocht jij hem nog even willen laten inkoken of je vindt de smaak nog niet goed, dan kan je hem nog heel even door laten koken. Dan gaan we de saus nu door een zeep halen.
zodat we een mooie gladde saus overhouden. Okay. De restanten van de ui en de gember die in de zeep overblijven, die raad ik aan om nog een keer door de blender te doen, zodat we niks verspillen. Kijk, de saus is mooi egaal en glad geworden. Ik ben super blij met de dikte van de saus. Dat is het mooie van het fijn blenden van de fruitcocktail, gember en uiblokjes, zodat de saus op een natuurlijke wijze dikker wordt, zodat we hiervoor geen andere bindingsmiddel nodig hebben. Voor het maken van de koolioepballetjes leggen we de varkensvleesplakjes klaar, wat aardappelzetmeel en het beslag. En dan beginnen we als volgt. We pakken een varkensvleesplakje. Die deppen we ongeveer voor 60% in de aardappelzetmeel. We houden expres een stukje dat geen aardappelzetmeel heeft, zodat we aan elkaar kunnen maken en hier een balletje van kunnen rollen. Want als alles droog gedept is met aardappelzetmeel, dan kan het niet aan elkaar vast blijven plakken. En doordat één stuk geen aardappelzetmeel heeft, maken we hier een mooi balletje van. En die doen we dan alvast in het beslag. En dan gaan we verder. Dan gaan we nu de koolioep bakken. Om de koolioep super krokant te krijgen, gaan we het twee keer bakken. Dan gaan we het nu voor de eerste keer op middenhoog vuur bakken. Zo, even de temperatuur van het olie testen. Ja, je ziet dat er net weer kleine belletjes beginnen op te borrelen bij een stokje. Dus dan kunnen we nu de koolioepballetjes erin doen. Oké, we pakken het eerste balletje. Die deppen we helemaal in het beslag. En die draaien we nog een klein stukje rond. Zodat het balletje helemaal omringd is door het beslag. En dan halen we het eruit en doen we het in de olie. Zo. Ik heb de koolioepballetjes nu voor ongeveer 3 tot 4 minuten op middelhoog vuur gebakken. Ze beginnen al een klein beetje goudbruinig gelig te worden. Dan gaan we het nu weer heel even uithalen. En dan zetten we de olie op nog hogere temperatuur. En dan bakken we het voor een tweede keer. Het is tijd om de koolioepballetjes voor de tweede keer te bakken. Nog heel even de olietemperatuur testen. Je ziet dat de belletjes meteen om een stokje vormen. Dus hij is heet genoeg. Dan gaan we het nu voor de laatste keer bakken. Het is nu van belang om de koolioepballetjes goed te blijven bewegen. Want anders wordt één kant mooi goudbruin en de andere kant blijft wit. De koolioepballetjes gaan nu super mooi goudbruin. Dus ik haal ze uit de olie. De koolioep is super goed gelukt en ziet er ontzettend mooi uit. Zoals je ziet is het beslag om het stukje vlees goed opgezet en heeft het een mooie glans. Dit betekent dat het beslag super goed gelukt is. Laten we snel even gaan proeven. Ik heb echt ontzettend veel zin in. Dan gaan we. Je kan het dus met je hand eten en dippen of je kan de saus erop heen doen. Dat is je eigen keuze. Ik ga lekker in de saus dippen. Och, amtie. Oh. Wauw, wat is dit lekker zeg. Het stukje vlees is nog super mals. En het jasje eromheen echt ontzettend krokant nog. En dan dip je het in het zoetzure saus. En dan eet je het. En dan komt er echt een explosie van smaken vrij. Echt hemels. Dit was het recept weer van vandaag. Deze koolioep is zo lekker. Echt om je vingers bij op te eten. Dit gerecht is geschikt om als snack te eten of als sharing dish. Of om je kinderen mee te trakteren, want die houden hier echt ontzettend van. Ik hoop dat jullie dit een leuk recept vinden. Ik vond het weer ontzettend leuk om dit met jullie te delen. Ik ga de koolioep niet lang meer laten wachten. Ik ga ze lekker oppeuzelen. Vergeet vooral niet om jezelf te abonneren op mijn kanaal Wise Kitchen voor al mijn recepten. Dan zeg ik voor nu, tot de volgende keer!